mag ik uw aandacht voor de wekelijkse column van Hans Gelijnsen. Goeiedag. Wat een week hebben we weer achter de rug. Wat een rampspoed waarde er weer rond over de wereld. Op de ene helft van de aardbol stond het water de mensheid letterlijk tot aan de lippen. En dan aan de andere kant was het vluchten geblazen voor zeeën van vuur. Om maar iets te noemen. En ook zonder natte voeten of verschroeide huid kwam je voor verrassingen te staan. Tegen COVID gevaccineerden blijken net zulke infectiehaarden als de niet gevaccineerden. Alleen die laatste worden wat zieker. Mijn geliefde zit dagelijks aan de beeldbuis en mobieltje geplakt voor wereld en natuurlijk Thais nieuws. Ze is er inmiddels van overtuigd geraakt dat het einde der wereld nu echt nabij is. Ze geeft doorlopend gedragsregels van zogenaamde deskundigen door die ons moeten wapenen tegen vreselijk onwel. Ik word daar af en toe zo kriegel van dat ik Fuck All Those Perfect People van Chip Taylor door het huis laat schallen. First thing you're going to say is to be or not to be. It's going to come up in a second. To be or not to be. To free or not to free. To crawl or not to crawl. Fuck all those perfect people. To sleep or not to sleep. To creep or not to creep. And some can't remember what others recall. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. No, I'm not talking about you. To stand or not to stand. To plan or not to plan. To stall or not to stall. Fuck all those perfect people. To drink or not to drink. To think or not to think. Some choose to dismember your rise and your fall. And fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. Well, I'm not talking about you. To sing or not to sing. To swing or not to swing. Hell, he fills up the silence like a chalk on the wall. Fuck all those perfect people. To pray or not to pray. To sway or not to sway. G
Jesus died for something or nothing at all. Fuck all those perfect people, sleepy eyes waltzing through. I'm not talking about you. Pandemie, watersnood, brandende natuur. Het zijn fenomenen van het moment. Nieuws dat ons even wakker schrikt, vooral als het dicht bij huis komt. Ander groot leed zijn we bij gebrek aan oplossingen gewoon gaan vinden. Neem de 900 miljoen mensen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika die dagelijks worden geconfronteerd met hongersnood, ondervoeding, gebrek aan water. Is het een wonder dat velen vluchten naar plaatsen waar geen of minder gebrek is? U denkt misschien, wat een somberheid deze week. Maar dat valt wel mee. Want ook ik ben gewend geraakt aan onheilsboodschappen. Als klein jongetje kreeg ik ze al mee in de Zwarte Kousenkerk. Donderpreken kreeg ik over me heen over het einde van de wereld. Over oorlogen, geruchten van oorlogen, rampen. De dodelijke pest. Het waren de Amber Alerts van de totale kladderadatsch. Eén dominee had er uit wanhoop over zoveel onverschilligheid van zijn gelovigen zelfs een gedichtje van gemaakt dat ik nooit meer ben vergeten. Swing it out, boys, swing it out. Dat de wereld rot is en de jeugd kapot is, laat ons koud. Swing it out, swing it out. En destijds had men nog geen weet van gewichtige rijke stinkers die honderden miljoenen over de balk smijten om zich 100 kilometer boven de aarde een paar minuten gewichtloos te kunnen voelen. Of over superwelvarende landen in bezit van gigantische hoeveelheden vaccins, maar te egoïstisch om ook maar overschot op te sturen naar de armere landen waar mensen erom zitten te springen. Onverschilligheid. Swing it out, guys. Blijven lachen. De zon schijnt. Het is vaak het kleine leed dat ons aangrijpt. Leed in je eigen huis, of dat van familie, of goede vrienden. Deze week kreeg mijn vrouw een telefoontje uit Kalasin. Het was van Somchai, echtgenoot van Joy, de 2 jaar oudere zuster van mijn vrouw, maar ook haar hartsvriendin. Joy was in het ziekenhuis beland met tal van kwalen en was te verzwakt geraakt om zelfstandig te kunnen ademen. Wat moet ik doen, vroeg Somchai aan mijn vrouw. De arts heeft gezegd dat ze nooit meer beter wordt en heeft me gevraagd om de beademing te mogen stoppen. Door de luidspreker van het mobieltje hoorde ik hem snikken. Ik keek naar mijn vrouw aan de keukentafel, de tranen over haar wangen stromend. In Kalasin werd een half uurtje later een zuurstofmaskertje van een vrouwengezicht verwijderd. Mijn echtgenote had haar t-shirt over haar hoofd getrokken om zich van de wereld af te sluiten. Ze huilde dat ze naar Kalasin wilde vliegen, maar dat kon niet vanwege de lockdown. Het heet klein leed, omdat het slechts een beperkt aantal mensen raakt. Het grote leed bestaat uit miljoenen van zulke deeltjes klein leed. En dat kleine leed is een wake-up call tegen onverschilligheid, een aansporing om menselijkheid te blijven eren. Tot volgende week met minstens 100 days te gaan met de Mark Lanegan Band. When the well out bends towards the end of day and twilight falls again to the funniest sound that a blackbird makes, twilight falls again. As no good reason remains, I'll do the same, thinking of you. One day ship comes in, one day ship comes.
comes in, but I can't say how or when. But I know somewhere a ship comes in every day. There is no morphine, I'm only sleeping. There is no climb to dreams like this. And if you could take something with you, you would be right. Something good. From my fingertips, the cigarette grows ashes to the ground. I'd stop and talk to the girls who work this street, but I got business farther down. Like one long season of rain, I will remain thinking of you. One day a ship comes in from far away, ship comes in. 100 days you wait for it, and you know somewhere the ship comes in every day. There is no morphine, I'm only sleeping. There is no crime to dreams like this. And if you could take something with you, it would be bright, just like something good. One dead ship comes in, 100 days. Something so good. 100 days, ship comes in every day. I know it's good.